Is dit echt gebeurd? Is dit echt op onze school? Zijn wij bekeken? Er zijn zoveel vragen. Dat een of andere gek dat op dark web heeft laten rondgaan, dat is mijn grootste vrees. We hebben het ondertussen terug dichtgeplakt, hè, voor alle duidelijkheid. Hier over dit stukje gaat het. Jongens, ik ben afgereisd naar België en dat is omdat ik hier heb afgesproken met Gloria. Gloria is 18 jaar en heeft een kijkgat ontdekt in de kleedkamer van de sportschool van haar middelbare school. Gloria, wat heb jij precies ontdekt? Ja, we staan hier aan mijn school, het Redingenhof in Leuven, waar ik een kijkgat heb ontdekt in de kleedkamer van de meisjes. Juist, bij de sportzaal. Bij de sportzaal, ja. Ik moest een test van sport inhalen en na mijn test wou ik mij gaan omkleren en er waren geen kleedruimtes meer vrij. Dus de vrouwelijke leerkracht die bij mij was, heeft onwetend, ja daar ga ik toch van uit, een ruimte open gedaan waar ik mij ben gaan omkleren. Kort daarna dat ik mij aan het omkleren ben, valt mij op dat er een glas bedekt is met posters waar een gat ingesneden is ter grootte van een A5-blad. Dus ik ga daar eens doorkijken. Toen was ik echt gechoqueerd, want als je door dat gat kijkt, kijk je recht in onze kleedkamer. Juist. Dus ik heb dat natuurlijk direct mijn gsm gepakt. Ik ben dat beginnen filmen, want ik dacht, als ik dit tegen iemand zeg, dit is iets wat je alleen in films ziet. Wat dacht u toen u dit hoorde? Ja, ik werd eigenlijk heel boos. Ik vond het al meteen niet kunnen. Maar toen ik de beelden dan zag, dan dacht ik van, wat is dit in godsnaam? Echt, ik moet zeggen, waar ik het meest bang voor ben, dat is dat die meiden gefilmd zijn. Okay. Dat er daar foto's, dat er daar opnames van zijn. Dat een of andere gek dat op dark web heeft laten rondgaan, dat is mijn grootste vrees. Dan hebben ze ons een mail gestuurd waarin dat staat dat die doorkijk daar is om de meiden in de gaten te houden, om de goede orde te bewaren in de kleedkamer. Waarom moet dat dan afgeplakt zijn en een klein gaatje? Zitten we hier in een vrouwengevangenis? Als je in een school wil meekijken of de goede orde bewaard wordt in de kleedkamer, ga er dan als leerkracht gewoon bij zitten. Ja, ja. Daar heb ik geen probleem mee. Je weet niet wie dat daar achter dat raam staat. En misschien hebben ze zelfs gefilmd of zijn daar mannelijke leerkrachten geweest. Dat zullen we nooit weten. Daar word je niet goed van. Dan word ik heel boos. En dan moet ik mij als vader inhouden om geen foute dingen te doen. Wat zou u het liefst doen? Liefst zou ik degene die daar staat te kijken een klap voor zijn bek verkopen. Maar dat kan ook niet meer in deze tijden, dat snap ik ook wel. Je hebt contact natuurlijk, hè, met klasgenoten, met andere meiden. Ja. Hoe is de reactie daar? Ja, alle meisjes zijn gechoqueerd. Ze vragen, is dit echt gebeurd? Is dit echt op onze school? Zijn wij bekeken? Er zijn zoveel vragen. Je kunt ook wel tegen een beetje humor, toch? Of een beetje, ja, een beetje zelf. Wat bij ons op de redactie ging er alweer een grap rond van ja, Leuven, we zijn hier in Leuven, Gleuven. Ja, het kan ook alleen ja, hier. Ja hoor, maar daar kunnen we best mee lachen. En ik zag ook ergens een reactie voorbij komen van, oh, Gloria vindt een kijkgat, dat is een glory hole. daar kan ik ook om lachen. Als ik morgen een sportclub heb en ik zet een kijkraam, dan zit ik nu al lang in de bak. Die jongens die lopen hier nog allemaal rond en ja, we zullen hem dichtmetsen. Ja. Dat is dan het antwoord. Ik zou toch graag weten, voor ze hem dichtmetsen, wie er allemaal heeft staan kijken. Ja. En of het alleen kijken was of er ook gefilmd werd. Want het gaat hier over een periode van hun tot 40 jaar geleden. Nou, ik sta hier met de directeur van de overkoepelende scholengroep, geloof ik. Wat is uw kant van het verhaal? Het gaat over een originele constructie ja. van de binnenarchitectuur. Die dateert van 1982. Ja. En het gaat dat eigenlijk hebben jullie ook in een mailwisseling aan de leerlingen verteld, geloof ik. Hè? Inderdaad. Het is glas dat verdonkerd is langs de binnenkant. Het is heel dik glas. Ja? Ja. Maar heeft geen spiegel. Nee. En blijkbaar in de tijdsgeest van de jaren 80 hè, ja. kon dat nog. Ja, okay. We kunnen zelfs ook eventjes gaan kijken als jullie waarom willen. En waarom is dat geplaatst toen de tijd? Wel, dat zouden we eigenlijk aan de architecten moeten vragen. Hè? Maar ik was toen zelf 9 jaar, dus ja. In 82. Dus je kan ook al even uittellen hoe oud ik nu ben. Maar ik heb een mailwisseling gezien waarin jullie zeggen van joh, dat hebben we toen zo gebouwd en geplaatst om de goede orde te kunnen bewaren in de kleedkamer. Het is een bergruimte, dus die uitgeeft op een kleedkamer. Ja. En nou is er een mailwisseling waarin de school zegt van joh, nou zit daar dus dat gat om de kleedkamer in te kunnen kijken, om wel de orde in de kleedkamer te kunnen bewaren. Ja, nu dat wordt voor die reden niet gebruikt. Is als dusdanig ook nooit gebruikt. Staat wel zo in de mail.
Ja, dat is jammerlijk een leerkracht die die mail gestuurd heeft naar een tiental ouders. Maar ja. Ik denk niet dat die leraar zomaar iets verzint, toch? Nee, dat was de tuchtcoördinator heeft dat gedaan. De tuchtcoördinator? Ja, die heeft okay. die vraag gesteld. Nou ja, goed, maar men verzint niet zomaar iets, dus bedoel, daar komt hij niet zomaar nee, op, toch? Nee, dat was ook zo, omdat initieel, denk ik, in de tijdsgeest van de jaren 80... Was dat dan dat normaal? Misschien... Ik weet het zelf niet. Ik was nee. toen, zoals ik net reeds zei, 9 jaar. Dus daar kan ik jou niet over beantwoorden. Maar inmiddels daarvoor is het 2021. Ja, en daarom zijn die gaten of die ramen al jaren dichtgeplakt. Je kan dat zelfs ook zien. Hè? Ja. Ofwel staan er houten panelen voor, ofwel maar, staan er posters tegen. En nu... Maar ik heb een filmpje gezien van Gloria, waarin ja. toch heel duidelijk te zien is dat zij gewoon daarin kan ja, kijken vanaf die bergruimte. Je kan heel duidelijk zien dat er een stuk van een verjaardagskalender is afgescheurd. Een kalender ja. die daar al jaren hangt met de verjaardagen ja. van de leerkrachten LO op. En maakt die leerkrachten hebben dat nooit geweten dat daar een gat was. Ja, dat zegt u. Maar als dat bezorgde ouder zou ik me hier heel erg zorgen om maken. Absoluut, terecht. Is Want ook hoe zo. Weet u zo zeker dat leraren dit niet wisten, het bestaan van dit Omdat gat? We ondertussen al intern, ja, samen met de directeur en het voltallige LO, Lichamelijke Opvoedingskorps, al meetings gehad hebben en het daarover gehad hebben. En u denkt dat als er een leraar is die daar wel gebruik van heeft gemaakt en stiekem naar meisjes heeft gekeken, dat hij dat eerlijk toe zou geven aan u? Nee toch? Daar zullen we een verder onderzoek naar doen. Gefumeerd glas dat uitgeeft van een bergruimte op een kleedkamer. Helemaal niet op een doucheruimte, want nee. die zijn volledig apart. Maar wel een kleedruimte waar men in ondergoed staat. Wel een kleedruimte waar meisjes zich omkleden om te gaan sporten, ja. Ja, oké. Okay. Nee, dat we dat even duidelijk hebben. Hé, nou heb ik net Gloria ook geïnterviewd en haar vader. Ja. Zou u met ze willen praten? Zou u ze te woord willen staan? Want zij krijgen vind... maar geen contact met de schoolleiding. Ja, dat is helemaal niet correct. Zou u dat willen, dat contact? Want dan roep ik ze even. Kijk, het is zo dat ik mij aan een juridische procedure moet houden. Ik denk niet dat dat op dit moment het geschikte moment van de dag... Okay. Moment in de deliberatieprocedure is. Hè? Je voelt je veilig ook natuurlijk, hè? Op een school en in een kleedkamer. Absoluut. Dat ja, is wel de bedoeling. Is zo. Zeker ja. en vast. En daar willen wij ook voor garant staan. Kunt u het even aan me laten zien? Zeker en vast, ja. Oké. Okay. Absoluut. Nou, dan gaan we naar de Glory Hall. Dat was een grapje, mevrouw. Grapje. U kunt wel tegen een grapje, toch? Dit is dus de bergruimte, ja. Ja, waar het meisje zich heeft mogen omkleden, ja. omwille van het respecteren van de COVID-regels. Gloria hebben we het nu over. Ja, ja. Hè, zodat we de bubbels niet gingen mengen. Juist, en toen ja. heeft ze dus iets ontdekt. En dan is ze hier gekomen, ja. heeft ze zich hier omgekleed, ja. en is ze dan hier op uitgekomen. We hebben het ondertussen terug dichtgeplakt, hè, voor alle duidelijkheid. Hier over dit stukje gaat het. Het is wel een perfect kijkgat natuurlijk. Het zit ook wel duidelijk op de hoogte van ogen. Ja, ik vind het leuk dat je het laat zien. Wat je maar, misschien maar... ook wel moet weten is, dit zijn dames, hè? Turnleerkrachten, vrouwelijke leerkrachten okay. die dit hok ja. hebben. Oké, okay. maar het is ook niet hier, zeg maar, dat het gat zit. Nee, daarom vinden we het ook heel speciaal. En dat niemand dat heeft opgemerkt. Die mensen die komen hier dagelijks, ja. meerdere keren, elk uur komen die hier binnen en buiten. Ja. En dat de leerkrachten het zelf niet zouden opgemerkt hebben... vinden we zelf ook heel bizar. We hebben het hier wel over tientallen jaren natuurlijk. Dan hebben we het misschien wel over honderden leerkrachten. Ja, kans is natuurlijk best wel groot dat daar wel iemand tussen zat met kwade bedoelingen. Daar kan ik mijn hand niet voor in het vuur steken. Ja. Daar heb je gelijk in. Ik ga daar ook ik ga niet dansen rond hete brei. Nou, Gloria. Ik heb het gezien. Het is inderdaad een gat. Slecht nieuws. Ze wil even nog geen gesprek met jullie. Ja, dat is haar keus natuurlijk. Daar kan ik niets aan veranderen. Nee, wat vind je ervan? Ja, ik vind het verdacht dat ze niet met mij wil praten. Er is niets erg wat ik tegen haar wil zeggen. Ik ben normaal, ik ben bereid om te praten. Als zij niet wil praten, ja, moet zij weten. Vond jij dit nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw, abonneer op het kanaal van De Telegraaf. En we maken nog veel meer op de website van De Telegraaf. Wil jij daar meer van zien? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Daar. En dan komt het helemaal goed. Hoi.